Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is hem dan, de eerste aflevering van Badminton Inside. We zijn te gast bij Velo in Wateringen. En we hebben een supermooi programma, gelijk de eerste aflevering. We hebben aan tafel straks Jan Helmond, de kerstverse nieuwe voorzitter van Badminton Nederland. Jaap van der Kolk is hier, behoeft hij nog enige introductie. En we hebben straks tafel hier Michiel Kruijf. We hebben challenges en een mooie toto. Kortom, een heel vol programma. We hebben er zin in. We gaan beginnen. Nou, zoals gezegd, we zitten hier aan tafel met heel veel badmintonervaring. Jarenlange badmintonervaring. Direct links van mij zit Jan Helmond. Welkom, Jan. Dankjewel. Daarnaast natuurlijk Jaap van der Kolk. Welkom, Jaap. Dankjewel. Laat ik met jou beginnen, Jan, als kerstverse voorzitter van Badminton Nederland. Wie is Jan Helmond? Wie is Jan Helmond? Jan Helmond is iemand die veel in het badminton gedaan heeft. Vooral als trainer, als coach. En vervolgens ben ik er een aantal jaren tussenuit geweest. Ik heb ook internationaal gecoacht. Ik ben een aantal jaren tussenuit geweest. 10 jaar. En vervolgens dacht ik van, hoe gaat het eigenlijk met badminton? Zou ik daarin nog iets kunnen gaan doen? Weer gaan trainen, gaan coachen. En hop, toen kwam de advertentie voor bondsvoorzitter. En toen dacht ik van, ja, als je nou iets wil betekenen voor het badminton, als je iets wil doen voor die badmintonsport, ja, als je samen met heel veel mensen die sport echt op de kaart wil gaan zetten, dan is dit de uitdaging. Ja. Je zegt, ik ben er even tussenuit geweest. Wat is even? 10 jaar. 10 jaar? En dat had een reden of was het een... Ja, de reden was eigenlijk dat ik op mijn 50ste, 51ste was ik nog coach van Slowakije. En op een moment dacht ik bij mezelf, ik krijg het aanbod voor een fatsoenlijke maatschappelijke baan eigenlijk. En toen dacht ik van, nou, misschien is het op deze leeftijd wel eens goed om ook aan je maatschappelijke carrière te denken. Na al die jaren middelen met en badminton en werk en dat heel veel door elkaar heen mixen, ja, heb ik me even 10 jaar geconcentreerd daarop. Ja, nou, helder. Ik kom zo nog even bij je terug. Nou ja, ik weet niet of het een introductie is, maar misschien is het toch goed om heel kort even te vertellen wie Jaap van der Kolk is. Nou, ik ben inderdaad Jaap van der Kolk. Ja. En badminton, dat zit in manieren, zou ik maar zeggen. Zeker in 60 jaar ben ik al verbonden aan het badminton en nog steeds heel erg geïnteresseerd. Uh-huh. Sponsoring hebben we heel veel gedaan in het verleden en momenteel... Ja, erg veel, kan ik wel zeggen. Het heeft ook te maken met een soort win-win situatie. Doordat mensen ook naar ons toe komen om gebruik te maken van onze dienstverlening. En voor wat hoort dan wat. We zijn niet van plan daar 1, 2, 3 mee te stoppen. Dus. Nee. En we dragen natuurlijk het badminton Nederland een warm hart toe. We willen graag een... prachtige eredivisie hebben. Daar heb ik al die jaren meegewerkt. We proberen de teams zo sterk mogelijk te krijgen. We kunnen natuurlijk niet alle teams bedienen met sponsoring. Nee. Maar voor een groot deel doen we dat eigenlijk al. En er zit nog iets aan te komen. Dus er is nog een vereniging die we waarschijnlijk gaan sponsoren. Dus, maar dat is nog niet bekend. Dus nee, dat is voor later. Ja. Dat is voor later. Je zegt gebruik maken van onze dienstverlening. Wat doen jullie dan precies? Wij hebben een bedrijf dat doet bemiddeling... in hypotheekadvisering en bemiddeling in hypotheken, financieringen en verzekeringen. Ja. En je zegt we, met wie is we? Ik werk dus samen met twee zonen, met Alex en Karel. En met z'n drietjes hebben we een behoorlijk bedrijf opgezet. Ja. En ik moet zeggen dat de toeloop alleen maar
groter wordt. Toeneemt, ja. Dus je zou kunnen zeggen een echt familiebedrijf. Een echt familiebedrijf, zeker. Nu ben jij natuurlijk net 62 geworden, maar je gaat ook gewoon door met volle energie. Tel er maar 14 bij, dus. Maar je gaat gewoon door met volle energie. Het zal wel moeten, want ik kan de jongens toch niet in de steek laten. Nee, dat is ook zo, ja. Ja. Ik begrijp het heel goed. Dat hart en nier in de badminton, dat hoor ik bij jou ook heel duidelijk zeggen. Hè? Ja. En het grappige is dat ik dat ook veel bij spelers zie. Ik ken een groep spelers die de hele tijd niet gespeeld heeft. Toch denkt, ik word nu 60, 65, ik ga wat doen. Wat is dat, dat die sport toch weer terugkomt? Dat je dat moeilijk toch los kan laten? Dat je uiteindelijk toch wel weer terugkomt tot die sport? Ik denk dat het is een soort verliefdheid. Het is een soort van oude liefde die niet roest, denk ik. Dat is in ieder geval voor mij. Ik ben ermee begonnen toen ik 12 was. Je komt een hal binnen en een trainer. En eigenlijk om iets heel anders te gaan doen, om te gaan tafeltennissen. Mm-hmm. Zo'n trainer ziet je zitten langs de kant en die zegt, hier heb je een badmintonracket. En vervolgens ben je verkocht. Ja. En ik denk dat me altijd heeft aangetrokken in dat badminton is toch ook wel vooral het Aziatische badminton, hoe mooi en hoe souplesse, hoeveel dat er in die sport zit. Ja, ja. De tegenstelling tussen kracht, snelheid en als trainer was ik altijd geobsedeerd in hoe train je dat dan eigenlijk. Ja, 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 die vraag. Ja, ja. Dat, ik vind het nog steeds wat dat betreft een exceptionele sport. Ja, ja. Want dat is bij Jaap eigenlijk ook zo, want Jaap, je hebt het de hele tijd nu over de sponsoring, maar je bent natuurlijk ooit een gewone fanatieke badminton geweest, klopt, die op behoorlijk niveau gespeeld heeft. Ja, klopt. Ja. Ik was vroeger zogenaamd A2 speler. Ja, ja. Dus dan had je nog verschil tussen A1, daar waren echt 10 toppers van Nederland. En dan kreeg je de A2 daar net onder. Ja. En in het districtcentrum heb ik gespeeld. En ja, die districtstitels gehaald en zo. Dus het was een mooie periode. Ja. En tot mijn 44ste heb ik gespeeld. Heb ik nog derde divisie gespeeld. Dus ja, daarna is het allemaal wat minder geworden, het actieve. En het is meer het passieve badminton geworden. Ja. Dus, waar ik ook heel veel plezier aan heb. En die liefde herken je ook, die Jan net vertelt, die liefde voor de sport? Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Dat gaat niet weg. Nee. En hoe krijg je nou mensen tot sport? Want bij jou zit je te wachten en er komt een racket in je hand en je bent verkocht. Dat heb ik zelf ook zo ervaren. Maar hoe krijgen we mensen in beweging om naar die sport toe te trekken, want het is op zich heel makkelijk en toegankelijk. Hè? Het is snel goed te doen. Hè? In tegenstelling tot tennis, waar het nog best wel technisch vaak lastig is. Ja. We zijn hier te gast bij Velo, dus we zien op allerlei niveaus mensen spelen. Hoe zou je mensen in beweging krijgen om die sport te gaan doen of te overwegen? Ja, ik denk voor mij in ieder geval, ik moet even terugdenken aan de periode dat ik eigenlijk met mini-badminton bezig was. Ik heb dat voor een groot gedeelte ook geïnitieerd en dat begon al in midden 80 jaren, dus dat is al langer geleden, maar tot in de 90 jaren ontzettend veel clinics gegeven en gemerkt dat iedere keer als je weer bij een vereniging bent, dan kan je vrijwilligers bereiken. Iedere keer als je kan aangeven van joh, maar ik kan je ondersteunen om 20 lessen te gaan geven, dan krijg je mensen in beweging. En dat begon op die jonge leeftijd eigenlijk al. En ik denk dat badminton, dus ik denk hard werken, taai werken. Je moet gewoon al bij de basis beginnen eigenlijk. Ja. En iets anders vind ik zelf, als je het hebt over badminton. Badminton heeft natuurlijk best wel een marketingprobleem eigenlijk ook. Hè? En dan bedoel ik dat eigenlijk op alle niveaus. We kunnen het denk ik nog steeds veel beter laten zien. En ik vind ook dat we de sport best wel beter kunnen verkopen in de zin van wat betekent badminton eigenlijk voor de vitaliteit en gezondheid van de Nederlander. Ja, ja. Dat is iets anders dan wanneer je zegt van nou nee, we moeten alleen maar zorgen dat er gewoon gebadminton gaat worden. Nee, wat betekent onze sport in een veel breder perspectief? In een breder context, ja. Ben ik helemaal met Jan eens, als ik even mag interroperen. Ja. Ja, we moeten zorgen dat de sport veel meer, onze sport veel meer gepromoot wordt. Dus. Ja, ja. En dat blijf ik maar zeggen. Ten eerste een goede competitie komen, een goed uitgangsbord, een goede eredivisie, met mooie wedstrijden. En ik denk dat we daar ons op moeten richten de komende tijd om dat allemaal wat scherper te stellen. En dat uithangbord dan gebruiken in je communicatie van hoe mooi de sport kan zijn. Zien dat we de mensen zijn naar die wedstrijden toe krijgen. Ja. Ja. En zouden spelers dat ook kunnen bereiken, zeg maar, topspelers iets vertellen over hun passie? Want ja, je gaat die top in Nederland niet doen omdat je er geen passie voor hebt. Hè? Dus je moet super gepassioneerd zijn. Zou het ook wat zijn dat die spelers hun passie overbrengen op de gemeenschap, laat ik het zo zeggen? Als ik
heel eerlijk ben, het lijkt me zo geweldig om een beweging in gang te zetten waarbij ook die spelers weer betrokken zijn en eigenlijk zeg maar dat uitdragen. Er is niks belangrijker dan rolmodellen. En wat dat betreft is het ook wel heel belangrijk dat die spelers ook naar, ja, naar die andere mensen die nog moeten gaan beginnen, dat ze er naartoe gaan. Dat ze er ook echt naartoe kunnen gaan. Dus ik ben het, Ja. Helder, ja, oké. Dat gezondheidsaspect vind ik zelf nog wel een heel belangrijk doel, omdat dat in een bredere context is een mooie sport. Zou je daar zouden we daar ook een marketing of een soort strategie op moeten ontwikkelen, dat we gezondheid meer naar voren brengen in die sport, dan dat het alleen maar over topsport moet gaan, om die onderlaag te versterken? Dat is een stellige overtuiging. Ja, meer naar gezondheid, gedrag, positieve gezondheid en niet alleen maar van je moet de beste worden in het spelletje. Kijk, het mooie van badminton is, je kan het, dat zei je net zelf ook al, iedereen kan het eigenlijk doen. En als je het op je eigen niveau doet, dan is het helemaal niet zo blessuregevoelig. En wat ook zo is, je hebt, en dat is niet alleen het bewegen wat je doet, maar het is ook een enorm sociaal element wat je er naar voren kan halen. Ik moest daaraan denken, er is een badmintonclub in het zuiden van het land en die verkoopt het ook als sport en socialize, noemen ze dat. Ja, ja, en als je daarnaar kijkt en je ziet ook de bepaalde fitnessaspecten die ze terug laten komen, dan zie je een heel andere geest ontstaan dan dat je zegt van nou, u kunt bij ons een avondje komen juttelen. Ja, helder. Ja. Jaap, heb je naast de Eredivisie, heb je nog andere ideeën? Zou je ook spelers bijvoorbeeld naar voren halen? Of heb je ook een idee van, ja, we moeten het eigenlijk zo neerzetten? Want je stopt er heel veel effort en energie in. Ja, je bent ook bij heel veel wedstrijden. Ja, en veel gesprekken met spelers. Met spelers, precies. Spelers, proberen naar een bepaalde club te krijgen. En als je het nou voor het zeggen zou hebben, je zou zeggen, nou, die sport die ga ik nog verder op de agenda. Wat zou je dan als prioriteit zien? Wat zou je aanpakken? Nou ja, ik zou in ieder geval proberen om die spelers, de Nederlandse spelers, topspelers in de Nederlandse competitie te krijgen. En ook ervoor willen waken dat ze naar het buitenland gaan en nog 2-3 competities in het buitenland gaan spelen. Ja. Dat vind ik ook niet zo erg bevorderlijk. Nee. En Denemarken, met de Deense spelers gebeurt dat volgens mij niet. Nee. Die moeten hun eigen competitie spelen en die krijgen geen toestemming om in het buitenland te spelen. Dat is ook een als ze in de Deense selectie zitten. Ja. Ik denk dat je dat meer moet bewaken en meer faciliteiten voor de Nederlandse spelers. Afrondend samenvattend zou je kunnen zeggen, de top, die moeten we eigenlijk zorgen dat die ook blijft in Nederland, dus niet vertrekt, dat het aantrekkelijk is om hier te spelen, maar dat ze ook een gevoel krijgen van ik moet die sport ook hier bekend krijgen. Ja. En aan de onderkant zou je het gezondheids-fitnessachtige aspect wat meer kunnen benadrukken. Ik begrijp best dat die spelers dus een aardige cent willen hebben. Met spelen van de wedstrijden. Ja, en het probleem is natuurlijk, veel clubs krijgen nauwelijks sponsoring binnen. Ja, ja. En in deze tijd is het natuurlijk helemaal moeilijk om. We hebben een coronacrisis gehad. Ja. En nu dit weer met die oorlog. Dus het is wel moeilijk om sponsoring te krijgen van de clubs. Dat maakt dus het idee dat wij op het ogenblik een van de weinigen zijn die dan nog de badmintonclub het een en ander kunnen betekenen. Nou, dat idee heb ik dus ook. En daarom is het denk ik ook goed dat we, dat is ook de reden onder andere om zo'n programma neer te zetten, om ook de positieve kant van de sport te belichten en bekend te krijgen. Ik vind het echt zo'n geweldig initiatief dit. Omdat je hiermee toch weer, zeg maar, die marketing van die sport versterkt. En ik denk bij mezelf van, het komt zomaar uit de lucht vallen. Terwijl ik net bondsvoorzitter ben. En dan denk ik van, ja, dat is toch fantastisch. Gouden kans, hè? Gouden kans. Ja, en je hebt toch altijd mensen die totaal debiel zijn om dit ook weer op te zetten. Ik kijk geen mensen aan verder, maar het is wel heel bijzonder dat dit gebeurt. Mag ik jullie bedanken voor jullie tijd en energie. Ik heb het heel erg gewaardeerd dat jullie als eerste gasten in Badminton Inside. En dat zijn historische beelden, hè? Dat kunnen we nu al vaststellen. Dus laten we zeggen, veel badminton plezier en laten we de sport weer de positie geven die het verdient. Ja, en het weekend komt natuurlijk het een en ander aan. Hè? Precies, dit weekend gaan we zo verder over hebben. Dit weekend hebben we de halve finale al gelijk, hè? Dubbel weekend. Dus dat wordt allemaal, daar gaan we de mensen zo voor aantrekken. Ja. Bedankt, tot zover. Oké. Okay. Ja, nou, dat waren de
eerste gasten. We gaan door met de voorbeschouwing, eigenlijk voor de Eredivisie. We staan vlak voor de halffinales. En die vinden plaats dit weekend. De eerste speelt Dropshot thuis tegen Duinwijk. En de zondag speelt Duinwijk thuis tegen Dropshot. We zitten hier met niet minder dan Michiel Kruijt. En Jan Helmond, voorzitter van de Badminton Nederland. Benieuwd wat Michiel ervan vindt. Michiel, welkom. Dank u. Nou, eerst maar even, heel kort even terug. Je hebt een seizoen Eredivisie achter de rug. Hoe is het gegaan met jullie? Hoe heb je het ervaren? Ja, heel apart seizoen natuurlijk. Vanwege alles wat er gebeurd is. We hoeven niet te diep op in te gaan. Ja. Zeker persoonlijk ook een heel apart seizoen. Heel veel ups en downs. Heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar ook zeker heel veel minder mooie dingen meegemaakt. Trainen met alleen team 1, spelen zonder publiek, heel apart. En ook wel dat je bij jezelf wel echt van heel diep enige motivatie moest gaan vinden om het nog op te brengen, om überhaupt naar de zaal te gaan. Hadden jullie op een gegeven moment nog mogelijkheden om te trainen? Want op een gegeven moment werd ook de tijd geblokt tot 5 uur. Hebben bijna heel de tijd wel door kunnen trainen, gelukkig. En dat was heel fijn natuurlijk, persoonlijk vooral. Ja. Ook wel. Aan de andere kant voelde je ook wel bezwaard dat normaal gesproken trainen we natuurlijk op maandag met meerdere teams en ook op donderdag met ook team 2 en sommige spelers van team 3 erbij. Die voelt je wel bezwaard dat zij dan niet mogen trainen en jij dan wel weer mogen trainen. Ja, dus toch op een gegeven moment, zoals de meeste mensen, kies je toch wel voor jezelf. Dat je zegt van ik mag nog, dus ik ga maar gewoon trainen. Ja, precies. Dan kan ik tenminste nog wat doen. Ja. Even naar jou, Jan. Heb jij dat ook? Merk jij in de gesprekken ook dat dit speelt? Want wij hebben datzelfde ook wel gehad. Ja. Is dat herkenbaar ook? Hoor je dat een beetje ook terug? Ja, ik vind het wel herkenbaar. En wat ik ook merkte tijdens het NK, hoe open eigenlijk mensen waren. Tenminste, die indruk had ik. Hoe leuk het ook weer was om weer wat te doen met elkaar. En er weer, alhoewel het nog wel een beperkt aantal mensen was, waren we toch veel meer. Het was vrijer. Ja. Het was ineens leuker. Ja. Ja. Dat gevoel heb ik overigens nu ook. Hè? Ja. Nu op dit moment al, maar ook met die wedstrijden die eraan aan het komen zijn. Dat je denkt van, het gaat gewoon los. Ja. Echt los. Net iets extra. Kan weer leven. Ja. Nou goed, een goed bruggetje dat je maakt. Want dan gaan we over naar de voorbeschouwing, de halve finales. Wat is jouw visie erop? Hoe zie jij dat, wat gaat er gebeuren denk je? Ja, allereerst wil ik wel even zeggen dat ik het heel apart vind dat het, en volgens mij is het al eerder gebeurd, dat op zaterdag en zondag, dat je zaterdagavond speelt en dan zondagmiddag meteen weer. Ja, vind je dat iets met topsport te maken te hebben? Ik snap het oprecht niet. Nee. Ik probeer er wel eens over na te denken. Ik snap gewoon niet dat gebeurt. Nee. En wat vind je daar moeilijk aan bijvoorbeeld dan? Wat, vanuit jouw optiek? Hoe kijk je daar... Het is zo snel naar elkaar. Ik ben sowieso een fel tegenstander van dubbele weekenden. Maar zeker ook met zo'n halve finale. Ik kan me nog herinneren dat het jaar dat wij kampioen werden. Toen verloren wij de eerste halve finale geloof ik met 5-3 van Amersfoort. En dan had je een week later pas die volgende wedstrijd. Volgens mij was het op woensdag en op zaterdag. Ja. Ik weet niet meer precies. Maar meer ertussen. In ieder geval meer dan een paar uur ertussen. Ja. Dat je daar echt naartoe leeft, dat je daar ook nog voor gaat trainen. Ja. En dat je heel de week daarmee bezig bent. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel heel mooi. Ja. En dat je inderdaad ook op die trainingen die je nog hebt, dat je echt weer even de beelden gaat analyseren. Dat je op een manier traint, dat je echt toeleeft naar die volgende halve finale. Dan kan je zelf weer focussen en weer scherp stellen en nu is het eigenlijk in één flow ga je door. Ik vind het heel apart. Ja. Nou ja, goed, dat is een heel goed punt. Dat had ik nog zo niet eens bedacht, maar daar heb je wel gelijk in. Ik vind ook dat het eigenlijk, als je dat zo zegt, topsport onwaardig in feite. Want dan zeg je eigenlijk, na 6 uurtjes ben je wel weer hersteld. Gaan we weer. Zeker voor de mensen die 2 wedstrijden spelen. Ja, precies. Dat is best wel pittig. Dan sta je dus 4 wedstrijden in een dubbel weekend te spelen. Die, als het goed is, op het hoogste niveau zijn. Ja, zeker. Dat gezegd hebbende. Hoe zie je dan de eerste wedstrijd? Als je zou kijken naar Dropshot thuis tegen Duinwijk. Wat schat jij in? Je wordt er niet op vastgepind, maar hoe is jouw inschatting daar? Voor mij is wel Dropshot favoriet. Dat is ook een gevoel en ik ben ook niet helemaal objectief daarin. Waar zit je subjectiviteit dan?
Ja, met name toch wel bij Joran. Oh, ja, Joran ja. ken ik natuurlijk al toen hij nog niet boven deze tafel uitkwam. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is wel, daarom ben ik niet objectief in dit trainen. Ja, ja, ja. Daarnaast spelen natuurlijk ook ex-teamgenoten zoals Alissa daar. Ja, precies. Nicky heb ik ook wel een oké band mee. Ja. Niet, mijn beste vriend of zo, dat wil ik niet zeggen. Maar, nee. Ja, ja, jullie kunnen elkaar goed uitdagen. Tenminste, daar heb ik een paar wedstrijden van gezien. Hij kan heel goed van mij winnen nog steeds. Ja, dat is jammer, hè? Ja, dat is jammer. Maar dus daar ligt jouw gevoel een beetje dat je op die. Je denkt dat het naar dropshot zal gaan? Ja, ze hebben denk ik iets breder team, iets meer vaste punten. Ja. Met name dus ook bij Joran. Ja. Dus ik ja. denk al echt dat hij in principe niet gaat verliezen. Nee. Dat nee. dropshot net iets meer vaste punten heeft dan Duinwijk, verwacht ja. ik dat dropshot, voor mij is dropshot wel echt En verwacht je dat eigenlijk zondag dan? Ook? Of denk je Duinwijk thuisvoordeel dat dat dan nog verschil gaat maken? Het heeft ook heel veel te maken met die zaterdag natuurlijk. Als er iets gebeurt, iets onverwachts gebeurt, dat Duinwijk ineens 5-3 wint, dan staat Duinwijk ineens natuurlijk heel goed voor. Ja, ja, maar ja, ik verwacht wel dat Dropshot gewoon zaterdag wint en dat ook doorzet naar de zondag. De zondag, ja. Ja. Ja, want het is zo dat het stopt na 5, hè? Dus we gaan ook niet meer door. Het is gelijk wie bij 5 is die stopt, dan wordt er gestopt. Dus ja, dat is ook een beetje lastig met de strategie van wat doe je dan? Ga je vol in het begin zitten of ga je juist wat risico's daar nemen en wat meer naar de singles toe misschien? Ja. Jan, oud Duinwijk coach, voorzitter, trainer of trainer-coach. Hoe zit jij in zo'n wedstrijd? Ja, nou... Ik moest daar net aan denken. Ik ben op het NK geweest weer, als eigenlijk mijn eerste officiële toernooi. En ik vond het fantastisch om gewoon alleen maar naar badminton te kijken. En dat gevoel heb ik nu ook. Ik vind het gewoon een feestje om bij zo'n halve finale te zijn. En ik dacht van, je kan wel een hele mooie tijd hebben gehad bij een club zoals Duinwijk. En je kan er ook van gehouden hebben op dat moment. Maar dat neemt niet weg dat als ik nu kijk naar mijn rol ook nu, maar tegelijkertijd ook naar een vereniging als Dropshot en hoe hard ze bezig zijn, of een vereniging als Almere, of een vereniging als Duinwijk, dan heb ik geen enkele voorkeur. Nee. En ik vind dat zo lekker dat ik dat zo kan zeggen. Want het betekent namelijk dat ik alleen maar hoef te zitten en ik kan wedstrijden kijken. Ja. En met alle bestuurlijke gedoe, wat je sowieso ook hebt natuurlijk, hè, wat ik ook heel leuk vind hoor. Ja. Binnen Badminton Nederland natuurlijk, waar ik me in ga storten, moet ik je wel eerlijk zeggen, dat de cherry on the cake, zoals ze dat zo mooi zeggen in goed Nederlands, is wel het kijken naar dat badminton. Ja. Dus zo zit ik erin. Ja, en dat voel ik ook wel als het openen is, dat we ook mogelijk weer meer publiek hebben en dat we dan ook weer die vibe ook met die mensen samen krijgen. Want dat alleen vond ik ook niks. Hè. Dat, het is dat de competitie doorgaan is, daar zijn we nu blij mee, maar het was wel echt afzien. Hè. Dat was, ik vond het niet gezellig worden. Nu heb ik wel een lichte voorkeur uiteraard, maar ik kan nog steeds wel genieten van... mooie spelers. Nee, dus, ja, en ik mag het ook hebben. Maar, goed, hebben. Maar als er een mooi punt gemaakt wordt, dat vind ik ook zo mooi in onze sport, kan dat heel erg gewaardeerd worden. Hè? We gaan elkaar toch niet zitten afmaken, omdat we elkaar later ook weer op een NK tegenkomen waar dat clubbelang dan weer weg is. En dan kan je ook wel weer genieten van een single van Joran of Mark Kaljou die lekker staat te ballen. Dus ja, dat is wel mooi. Nou, aan jou hoef ik niet te vragen hoe die voorkeur ligt. Michiel heeft een lichte voorkeur. Ik volg hem. Dus ik ben het er met hem eens, denk ik. Ik kan het heel goed volgen. Ik bedank jullie voor de tijd en even voor je voorbeschouwing. Je licht op het komend weekend. En ik neem aan dat jullie even komen kijken. Dat kan ik me zomaar voorstellen. Ja, hè? Zeker. Ja, en zeker zaterdag zijn jullie... Ik ga niet over zondag, maar zaterdag zijn jullie van harte welkom. Dat is mooi. Ja. Dank je wel. Ja, en nu we die voorbeschouwing toch hebben besproken, is het misschien wel leuk om te kijken of die voorbeschouwing uitkomt. En dat kun je live meemaken. Kom zaterdag naar Sportcentrum Mariehoeven. Wij beginnen om 7 uur 's avonds. Of zondag naar Duinwijk in Haarlem. En daar start de wedstrijd om 2 uur. En waarom zou je of doen? Kom gewoon zaterdag en zondag naar halffinale Eredivisie kijken. Het gaat uiteindelijk wel om het kampioenschap van Nederland. Tot daar!
Ja, en dan is het nu tijd voor een heuse toto. Nou, we kennen allemaal de voetbaltoto, maar ja, waarom geen badminton-toto? Dat kan allemaal bij Badminton Inside. En daar hebben we natuurlijk mensen voor die daar echt verstand van hebben. Nou, we hebben al geïntroduceerd, Michiel Kruid. En we hebben daarbij Russel Muns. En nou, laat maar zien wat zij er voor verstand van hebben. Russel, Michiel. Russel, welkom. Nog even heel kort. Hoe heb jij het seizoen ervaren? Net op het eind, net niet. Ja, ja, op het eind net niet. Ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als zoals Michiel het al inleidde. Raar seizoen. Wel spelen, niet spelen, wel spelen, niet spelen. Veel spelers die er toch niet waren, het laatste moment afzetten met corona. Dus ja, ik denk tot de halve finale, zoals ze er nu staan, uiteindelijk de terechte halve finalisten zijn. Ja, ja. Oké, okay, nou, heel mooi. Ik vind dat jullie het zelf ook een heel mooi seizoen hebben gehad eigenlijk. Ja, eigenlijk bijna geen inkoop, hè? Bijna alleen maar spelers uit eigen geleden. Dan heb je het wel heel goed gedaan. En dat is ook echt knap. En ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is voor andere clubs om te kijken of we niet meer die, hè, wat we net ook aan tafel zeiden, of we die Nederlandse spelers ook niet wat meer binnen kunnen houden op de een of andere manier. Waardoor we ook kunnen genieten van onze eigen spelers. Ja, dat vind ik heel mooi dat jullie dat zo hebben gedaan. De geldt voor DKC trouwens ook. Hè. De Toto, dat werkt als volgt. Jij bent de specialist in Toto, want je hebt hem zelf bedacht. Maar het idee is, ook voor de kijkers misschien leuk, dat het idee is dat wij de dubbels bedenken. Er staan namen van spelers van Dropshop, er staan namen van spelers van Duinwijk. En het idee is dat jullie zeggen, nou dat zal waarschijnlijk een damesdubbel, een herendubbel worden. En die gaat naar, dat is de opzet als ik je goed begrijp. Hè, ja, absoluut, ja, absoluut. En het gaat ook over de eerste wedstrijd. Dus die zal zaterdag zijn. Ja, ja. Dan gaan we zaterdag nacht gaan we voor zondag. Absoluut, dan kunnen we uitcashen. Ja, ja. Ja, want er staat natuurlijk een groot geldprijs op, dat is, maar dat kunnen we hier in de uitzending niet kwijt natuurlijk, maar goed. Wij doen geen financieel advies overigens. Daar zijn jullie niet van? Nee, geen financieel advies. Nee, want ik heb wel een bedrijf waar je dan zo zou kunnen solliciteren eigenlijk, okay, maar, okay. Maar goed, dat komt later. Als we beginnen met de heren en de damesdubbel, laten we met de herendubbel beginnen. Wie denken jullie dat in de herendubbel voor Dropshot gaat uitkomen? Weet ik niet. We hebben veel combinaties gezien dit seizoen. Ja, heel veel combinaties. Ook vanwege vele buitenlanders bij Dropshot. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat zij meer opties hebben dan Duinwijk. Duinwijk hebben we vaak in dezelfde opstelling gezien. Dus voor mij eigenlijk wel de voorkeur naar Dropshot. Ja. En wie gaan er spelen? Ja, maar wie gaan er dan spelen, denk ik? Ik denk dat de twee Denen gaan spelen. Dus dat is Matthias en Steve. Ja? Denk ik. Ik denk toch Wessel en Matthias. Denk zou het uitmaken voor de uitkomst? Voor de uitslag? Ik vind, hij spreekt geen Nederlands, dus ik kan het gewoon zeggen. Ik vond Steve niet zo sterk. Dus, ik denk dat tegen Steve gespeeld? Ik heb wel één keer verloren van hem. Okay. Dus, één keer gewonnen en één keer verloren. Maar mijn voorkeur zou naar Wessel uitgaan. Wessel met Matthias, hè, zeg jij? Sowieso ja. Matthias. Ja. En jij zegt Steve en Matthias. Maar ik denk ondanks wie ze opstellen tot beide koppels goed genoeg zijn voor Duinwijk. Want tegen wie zouden ze dan uitkomen in Duinwijk, denk ik? Tegen Ties en Brian, denk ik. Dat die vaststaat bij lijkt mij ook. Ties heeft wel trouwens vandaag, zag ik dan, een heel mooi resultaat van absoluut. Jullie overhaald. Absoluut. Absoluut. Zag ik wel even voorbij flitsen. Ik hoop dat dat tijdelijk is. Dan de vrouwen. Hoe zie je dat, de vrouwendubbel? Ik ken het heel. Ja, ik denk, wie er staan, denk ik Alissa en Christine. Of zeg ik iets geks nu? Ik denk het. Of Dropshot moet iets geks uit de hoed overen. Dat zou zomaar kunnen. Je maar nooit bij Dropshot. Nee, dat is wel gekke dingen. Ja, klopt. Super creatief zijn ze daar. Dat zeker. Ja. Ja. Denk je dat dit een uitgemaakte zaak is voor Duinwijk als zij met hun sterkste dames komen? Met Selena en Deborah. Dat is wel sterk, hè? Dat is wel heel sterk. Ja, dat is wel sterk. Ja. Maar ja. Onder druk? Of denk je dat dat niet zoveel uitmaakt? Voelt Selena druk? Voelt Dropshot druk? Ja, Selena is wel wat gewend, zou je zeggen. Zou je denken. Als je een Olympische Spelen hebt gestaan. Ja, ja. En Deborah die heeft ook wel eens een wedstrijd onder druk gespeeld. Klopt. Ja. Dat zou... Nou, ik zou voor het mooie zeggen dat het gewoon 1-1 wordt dan. Na de dubbels 1-1. 1-1. Naar de singles. Voor het publiek ook leuker. Ja. Ja. Oké. Okay. Singles. Eerste mannensingle. Ja, nu gaat het erom spannen natuurlijk. Want zeker. Wordt er gedraaid. Jij weet dat, dus ik kan het gewoon zeggen nu. Ja, nou we hebben tot nu toe nooit gedraaid. Wij draaien nooit. Oké, nou Joran staat op 1, dat is makkelijk. Kan Duinwijk ook heel makkelijk hun beste heer op 2 zetten. Dan mogen ze zelf bepalen wie hun beste heer is. Ja, en zij draaien vaak wel. Ja. Joran wint sowieso.
Denk ik, ja. Ongeacht tegen wie die staat, dat Duinwijk geen speler heeft die ze daar tegen Dus dat is 2-1? Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat Joran gewoon op de eerste heer staat. Ja, dat hebben we net gehoord. Dus Joran staat op de eerste heer. Nou ja, ik ben niet de coach, maar tot nu toe hebben wij nooit gedraaid. Ja, omdat en zeker Robbie Kneef als coach zegt de beste speler moet op de beste positie staan. Ja. Je moet dat niet draaien. Maar goed, soms ben je terecht in de leer. En dan je kan het ook van de strijd. Ja, kan het zo. Ja, daarom. Dus ik heb geen voorinformatie daarover. We gaan er gewoon vanuit vanuit Joran. We gaan er gewoon vanuit Dan gaan we naar de vrouw, eerste vrouw. Ik denk dat een mooie partij wordt. Dat zou zomaar eens heel close kunnen worden. Wie gaat er spelen? Ik denk dat Dropshot een Russische dame inzet. Die speelt altijd één. Die speelt eerste. Maar wie gaan ze er tegenover zetten bij Duinwijk? Wie zou jij er tegenover zetten? Als, coach van als jij nou coach was. Ja. Kijk, ik zie Akviel op dat lijstje staan. Ja, die speelt niet volgens mij. Ik heb haar niet gezien. Nee, dit seizoen heeft ze niet gespeeld. Nee. Dan heb je Chloe en Dunja natuurlijk. En ik denk dat mevrouw Perminova in principe die wedstrijd altijd wint van allebei. Ja. Ik vond haar heel sterk dit seizoen. Ja. Tegen Velo, de laatste wedstrijd, was zij heel sterk. Ja. En tegen Dunja heeft ze ook al gespeeld, Duinwijk. En dat was trouwens niet heel gemakkelijk, maar wel, ze heeft het wel gewonnen. Maar... Ja, Dunja is natuurlijk ook een hele goede speelster. Ja. Natuurlijk een badminton, mooie badmintonnaam. Ja, zeker. Sowieso een mooie naam, maar ook een mooie badmintonnaam. Ja, een mooie badmintonnaam. Maar je moet scherp zijn, dus je kan niet, relaxed die wedstrijd in. Dat sowieso. Ja, het is een halve finale, precies. Ik ga ervan uit dat Natalia die wel wint. Ja, en dan komen we bij de tweede mannensingle. Laat ik het zomaar dan even indelen. Dikkie. Laat hij nog wat geks uit de hoed over. Ja, ik neem aan dat Dikkie gewoon speelt. Ik denk dat Dikkie speelt. Is hij fit genoeg? Ja, ik voor kan... twee wedstrijden in het weekend? Dat misschien, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij... Dan zou ik hem altijd de eerste wedstrijd sowieso spelen. Dan kan je altijd nog kijken of je hem zondag op gaat stellen. Klopt. En speelt Dikkie? Dat weten we niet. Hij heeft geen zin deze vraag. Nee, maar dat weet ik zelf ook niet. Nee, ik denk dat het een mooie partij wordt waarbij ik denk dat Dikkie tegen Jordi gaat spelen. Jordi Hilding van Jordi Hilding. Maar Dikkie won de laatste keer wel van Jordi. Dus misschien dat ze juist zou zeggen dat ze Adrian daar neerzetten. Ik moet zeggen, inderdaad, Adrian die speelde tegen Velo. Dus die heb ik van dichtbij gezien. En ik denk niet dat hij kans maakt tegen Dikkie. Ik vond hem... Dus de twee mannen-singles gaan dan sowieso naar Dropshot? Ik vond andere jaren Adrian beter dan dit seizoen. Ik denk dat hij wat ingeleverd heeft in kwaliteit. En dat hij dat niet kan brengen in de halve finale. Maar als Dikkie niet speelt, dan is het dan een serieus probleem voor... Dan is het een serieus probleem voor Dropshot. Ja, oké. Maar ik denk tot Dikkie speelt. En tweede vrouwensingle? Ja, dat zou dan James worden, denk ik. Ja. Voor de kijkers is dat Jamie Lauwers. Of Novi, ja. Ja. Ik denk toch dat het James wordt, die goed NK gespeeld heeft. Goed NK, maar is wel vatbaar voor druk, denk ik. Ja, ik zou haar toch wel opstellen, denk ik. Maar is Novi ook, denk ik? Novi heeft ook nog niet vaak wedstrijden op dit niveau, denk ik, meegemaakt. Ja, en met de entourage weet je het nooit. Ja, en James heeft wel twee finales gespeeld op het NK. Dus die is wel in vorm. Die vond ik ook heel sterk spelen. Ja. Ik heb er zelf ook van verloren, dus dat moet ik ook zeggen. Ja, nee, tuurlijk. Dus, ze was heel goed, hè? Ja, dat is wel een mentaal dingetje dat ik van Jamie verlies. Maar... Ja, maar ja. Ja, je wordt ouder, hè? Ja. Zij ook gelukkig. Ja. En tegen wie gaat zij dan uitkomen, Jamie? Lastig, want we hebben Deborah een paar keer in de single gezien. Maar als Duinwijk op safe gaat, zo te zeggen, dan zullen ze haar opstellen in een dubbel en een mix. Dat denk ik wel, ja. Dat zou ik als Duinwijk coach ook doen, denk ik, ja. Maar ik zou het wel willen zien als zij tegen Jamie Lauwens speelt. Ik denk dat Deborah ver kan komen. Ik ben groot fan van Deborah. Zou je het aandurven om haar in de single te zetten? Ja, en haar eigenlijk in het sterkste onderdeel eruit halen? Ja, ik zou haar wel in de vaste koppels neerzetten. Dus met Cel in de dames dubbel en met Ties in de mix. Dan lopen we vooruit op de mix. Dus ik verwacht wel dat Dunja en Chloe singelen. Ja. En ik verwacht dat James gewoon
Dus de singles zouden dan eigenlijk allemaal naar dropshot gaan. Het wordt wel heel eentonig op deze manier. Ja. Ja. Ik denk het, ja. Ik denk, maar ik denk ook dat dropshot daar gewoon sterk in is. Al het hele seizoen in de singles. Ja. Tot zij daar de beslissing Ja, de rest zijn veel brengen. Gelegenheidscombinaties. Dat maakt het ook niet zo sterk. Ja. Dus de singles zijn vaster waard dan de dubbels. Oké, nou ja, dan zijn we bij de laatste partijen, de gemengdubbels. Hoeveel staat het inmiddels? Ja, we staan volgens mij nu 4-2 voor. 4-2 of 5-1. 5-1 zou we, misschien komen we er geen Dan zijn we al klaar. Dan zijn we al klaar. Is wel een, nee, maar er is nog een optie als Dickie niet zou spelen. Klopt. Of hij kan een dubbel weekend of misschien niet of aan. Of hij verliest. Ja. Of hij verliest natuurlijk. Ja, we kunnen natuurlijk altijd. Zeker in halve finale en finale. Ja, we hebben van alles gebeurd. Waarschijnlijk als wij het nu voorspellen, dan staat het gewoon 5-0 voor Duinwijk dadelijk. Ja, maar ja, daar ga je. Een beetje ik denk toch wel dat, dat de kans groot is dat het 4-2 of 5-1 voor dropshot. 4-2 zeg ik voor dropshot, denk ik. Dus we gaan de mixen spelen. Okay. Ja, dan komen de mixen aan. Ja. En dan? En ik denk dat tot Duinwijk daarin kan verrassen. Ik zie wel een 4-4 aankomen eigenlijk. Dat is wel spannend. Dat zou wel goed zijn, hè? Voor de sport. Ik denk dat Duinwijk 4-4. Heel sterk is in de mixen met Serena en Deborah die beslissend kunnen zijn. Er zijn ook goede heren naast hun. Ja. En ik denk dat er bij dropshot, vooral met Joran en Alissa, die ook veel hebben gewonnen. Maar die tegen deze koppels, denk ik, net tekort komen. Ik weet niet zeker, maar volgens in mijn gedachten hadden Joran en Alissa al een keertje gemixt tegen Brian en Selena. Ja. Klopt. En die hadden ze gewonnen. Ja. 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 Je weet het nooit, hè, maar... En Selena kan het niet alleen. Daar is de dubbel wel te goed voor. Ze kan het niet alleen dragen. Klopt. Ze heeft wel echt goede steun nodig. Want dan zijn de koppels te sterk voor. Ja, het probleem met Joran en Alissa is dat zij een heel hoog niveau kunnen halen. Ze kunnen ook een heel laag niveau halen. En ze kunnen elkaar heel erg versterken. En ze kunnen elkaar ook heel erg meenemen naar beneden. Ja. Precies. En dat is dus de vorm van de dag. Ja. Ja. Denk je dat ze een mix gaan pakken, dropshots? Ja, Matthias en Christine, dat is ook gewoon een goede mix natuurlijk. En Matthias en Jamie? Nee, hoor ik jullie niet noemen. Nee, dat denk ik niet. Dus zeg je eigenlijk dat dropshot moet zorgen dat ze al 5 punten hebben voor de mix? Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Want ik zeg juist dat Matthias samen met Christine... Ja. Dat die dus ook dus een eigenlijk sterke wil mix dropshot... Zijn. Maar ik denk dat die mixen wel het dichtst bij elkaar liggen. Ja. Dus beter voor dropshot om het daar niet op aan denk te laten komen. Ik denk dat zij moeten beslissen voor de mixen. Ja. Dat is wel de veiligste route. Denk ik. Ja. En ik zeg zelfs dat beide mixen naar Duinwijk zouden gaan. Oké. Ik zeg 1-1. Ja. Nou, we zijn eruit. Dit ligt dus allemaal vast vanaf nu. Ja. Al het geld op dropshot. Tot nu toe zou ik zeggen alles daarop zetten, ja. Maar er zijn nog wat open eindjes die we nog helemaal niet weten. En druk speelt wel, bij sommigen kan dat enorm part spelen. Vorm van de dag, precies. Weer met publiek is toch ook weer wennen, merk ik, voor veel spelers. Dus nou, ik hoop dat het zo'n... Ja, als onafhankelijk toeschouwer zou ik 4-4 willen natuurlijk. Maar... Wat gebeurt er bij een 4-4? Dan gaan we gewoon verder. De eerste, als je bij 5 bent, stopt het. Oké. Maar 4-4 is dan gewoon... Ja, ga je zondag... Ga je 8 uur later weer een wedstrijd... spelen. Gelukkig hoeven wij dat niet te doen, Michiel. Nee, dat scheelt. Nee, dat is dan weer het voordeel. Mannen, bedankt voor jullie toto. We gaan het zien. En we komen erop terug. Graag gedaan. Ja. Oké, Jaap. Je bent natuurlijk ook sponsor van Dropshot en van Duinwijk. Hoe zit je nou als sponsor in die wedstrijd? Ja, dat is best wel een lastige vraag, moet ik zeggen. Dus, ja, maar ik heb daar wel een antwoord op. Ik vind dat een club die wat te vieren heeft. Voor dit jaar is dat Dropshot. 475 jaar bestaan. Vind ik dat een landskampioenschap. Daar eigenlijk wel bij hoort. Dat zou een bekroning zijn. Mooi op het feestje. Jubileum. Mooi ja, feestje. Ja. Mooi feestje. Ja. Ja. Dus dat zou fijn zijn voor Dropshot dit jaar. En volgend jaar bestaat Duinwijk 75 jaar. Ja. En dan zou het leuk zijn voor de club Duinwijk om die landstitel. Ook zo'n feestje. Ja, ook zo'n feestje te hebben. Ja, dus, ja. En als je naar zo'n wedstrijd kijkt, want je hebt altijd wel een duidelijke mening over die wedstrijden. Waar hoop je dan op wat coaches en trainers ook gaan doen? Nou, ik hoop op zeer spannende wedstrijden. Ja, op het scherp van de snede graag. En dat
als je zo de twee ploegen bekijkt, de selecties, dan gaat het ook gebeuren. Mm-hmm. Alleen hoop ik niet dat de coaches in mijn ogen vervelend gaan doen. Dat Jacco Arends van Duinwijk en Robbie Knevel van Dropshot niet gaan draaien met de singles en de mixen. Want daar heb je echt een hekel aan. Daar heb ik echt een hekel aan. Daar komt het publiek niet voor. Je wil graag spannende, goede wedstrijden. Ja, de beste moeten tegen de beste spelen. Ja, dat vind ik wel. Absoluut. Ja. Ik vind dan zou ik een tevreden man zijn als dat zou gebeuren. Ja. Dus. Dus dat je naast een feestje voor Dropshot dit jaar ook een feestje hebt door de mooiste wedstrijden te zien. Precies, Oké. Okay. Ja. Nou, heel fijn. Heb je nog andere dingen waarvan je zegt van dit wil ik de coaches nog meegeven? Of is dit eigenlijk je belangrijkste... Dit is het belangrijkste punt wat ik ze toch wel even wil meegeven. Ja, dus. Ja. Coaches, jullie hebben wel goed geluisterd. Want hier spreekt wel de Eminence Gries van de badmintonsport. Oké, veel succes allebei. Ja. Hi, sorry dat ik even inbreng bij Badminton Insight. Maar Mees en ik hebben een leuke challenge voor jullie. Mees Jansen, Velo Badminton. Arjen Albers, Velo Badminton. Dit beter kan, daag ons dan uit in de comments onder de video. Terug naar Badminton Insight. We gaan een vast programma onderdeel proberen te maken binnen Badminton Insight, is de Badminton Classic. Voor deze Classic, de eerste Classic, gaan we terug naar 2005-2006. De Eredivisie heette toen de Big Boss Liga. En we zien Velo spelen tegen Amersfoort. Nou, je ziet in de wedstrijd wel heel veel bekenden. En één speelt er nog. Ik denk dat het niet heel moeilijk te raden is wie dat is. Maar geniet ervan. En zo was het vroeger. En zaterdag en zondag zien we hoe het nu is. Veel kijkplezier. Als de tweede wedstrijd van Zundert Velo tegen BC Amersfoort op het programma staat. We zagen Rune Marsing, de man die bij Velo speelt natuurlijk. En vorig jaar nog bij BC Amersfoort en daartoe Nederlands kampioen werd. Rikke Suikerland, die kwam ook even naar voren. En dan hebben we Jurgen Wouters natuurlijk, die erbij is. Team overigens wat voor de zevende keer kampioen kan worden vanmiddag. Won in 84-85 voor de eerste maal het Nederlands kampioenschap. Toen nog in de ploeg Un Santorsa. Hij was nu de trainer van BC Amersfoort. Dennis Chinasu. De trainer nu van Velo. En Karin van der Valk en Astrid van der Knaap. Daar zien die Sieverijn zien. Die ook nog natuurlijk meespeelt. Rachel van Kutsen. Sterke dame van Velo. En dan Patty Slaats. De dochter van Cyril Slaats. De trainer die misschien zijn eerste kampioenschap gaat behalen. Werd nog nooit Nederlands kampioen. En dan de ondertussen topper. Vorige week tweede tijdens de Europese kampioenschappen. In Den Bosch, Mia Odina. En dan even het mentale gedeelte van de ploeg. Het opladen en dan gaat het beginnen. De eerste damesingel is hier tussen Rachel van Kutsen en Larissa Griga. De eerste set was een prooi voor Rachel van Kutsen. En als we hier dan Dikkie Paliama zien aan deze kant van het net. Met de witte shirt. En hij speelt tegen Rune Marsing. In Amersfoort, een donderdag, ging de overwinning naar Amersfoort, naar Paliama. Maar Marsing die houdt hem hier nog heel goed bij.
prachtige timing van Paliyama. En dan maakt Massing het foutje. En is het nog 9 tegen 9. Rune Massing. Het lijkt wel of Paliyama een magneet op zijn record heeft. Alle shuttles komen op zijn record. Maar let hij maar eens op het voetenwerk. Prachtige backhand. Van achter vandaan geslagen. Maar dat maakt Massing nog goed af. Het publiek was in grote getale opgekomen. Gezellige sfeer in Velo. Als we hier weer de andere partij zien. Eerste set was gewonnen met 11-6. Tweede set verloren Rachamakutse. En krijgt hier van Mia Odina en van Siraals laatst nog even wat aanwijzingen. Dan zijn we beland in de derde game van de wedstrijd. Die ook heel spannend zou zijn. Maar ondanks deze fout is het toch Rachel van Kutsen die hier door Rune Massing nog eventjes wordt gemasseerd na die wedstrijd. En dan Rikke Suikerland. Hij speelt zijn herensingle en het is de tweede herensingle. De stand is inmiddels 1-1 als hij hier speelt tegen Sader Afif. En hij weet te winnen en het is echt een prachtige partij die hij gespeeld heeft. Dat was Amersfoort anders. En nu neemt de keurige revanche. En dan staat Velo met 2-1 voor. En collega Marco Streefland laat het Westland live weten wat er allemaal in Wateringen gebeurt. Dan de heren dubbel. Het is Wouters en Jurgen Wouters en Rune Massing tegen Dickie Paliyama en Julie Recidé. De mannen van Amersfoort staan aan deze kant van het net. En zij zouden gaan winnen met 13-15 en 16-17. Concentratie. Wordt het een lange service of een korte service? En de wedstrijd is gespeeld. Amersfoort pakt er weer een puntje bij en komt nu op 3-2. Heel wat mensen in de zaal. En hier zijn we dan Rachel van Kutsen, die samen met Severin gaat spelen. En staan ver achter in de eerste set. 4-10 maar liefst. En ze spelen tegen Lotte Bruil. En eigenlijk spelen ze er een drietal aan de andere kant van het net. Dat kunt u er dadelijk wel zien. Slaat zich het eventjes somber in voor de dames. En geeft ze nog eventjes wat aanwijzingen. Terwijl Mia Odina nu staat te stretchen. Zij had eigenlijk haar single tegen in beeld zijnde Yao Yi moeten spelen. Maar evenals donderdag in Amersfoort was Yao Yi geblesseerd. Dus het punt ging zomaar naar Velo. En dit hier Lotte Bruil was niet altijd even eens met de scheidsrechter. Lotte is zwanger, dat is duidelijk te zien. Daardoor deze met het EK niet mee, maar voor Amersfoort wil ze natuurlijk wel uitkomen en deze dubbel graag winnen. Maar de dames van Velo hier in het blauw, die speelden een hele puikerpartij. Wonnen die eerste set alsnog. En ook in de tweede set zouden ze zegen vieren. De reactie is echt groot van deze dames. En hier de winst en de partij gewonnen. En dan is het inmiddels 4 tegen 2. En dan de twee mixen. En die zouden dan de beslissing gaan brengen eventueel. Hier Jurgen Wouters. En je ziet dat Mia Odina pakt wat Wouters mist. En dan het winnende punt. De andere mix die kon gelijk stoppen. Want Velo is hier voor de 7e keer landskampioen. En de spelers omhelzen elkaar natuurlijk. Slaats en Chinashu. Voor de eerste keer en Chinashu voor de 7e keer als speler en als trainer. Nou, dit was hem dan, de eerste aflevering van Badminton Insight. En ik zag in de eerste commentaren eigenlijk van, joh, je moet niet praten over badminton, je moet het gewoon zien. Helemaal mee eens, je moet het zeker zien, dat gaan we ook dit weekend zeker doen. Maar het over praten beviel me eigenlijk wel goed en wat ons betreft zeker moet het een vervolg gaan krijgen. En ik hoop dat jullie dit samen ook vinden en dat we dat gaan delen met elkaar. En dat we dat gaan vermenigvuldigen en dat we steeds verder dat YouTube-kanaal interessant maken. En dat we de badmintonsport de positie geven die het verdient. Doe je met ons mee?